is dit je beste wedstrijd tot nu toe voor FC Groningen? Voor FC Groningen denk ik wel, ja. Zeker in mijn fase in de Eredivisie is dit mijn beste wedstrijd tot nu toe. Ja. Heb je ook het gevoel dat je groeit in de wedstrijd? Ja, niet zozeer echt in de wedstrijd per se. Meer gewoon in de aanloop van de wedstrijd toe, trainingen. En gewoon gedurende het seizoen heb ik gewoon het gevoel dat ik me op zich goed ontwikkel en dat er groei in zit. En dat resulteert zich in de wedstrijden en dat is belangrijk. Ja, want de eerste helft heb je al een paar hele belangrijke reddingen kunnen verrichten. Als zo'n bal dan op je afkomt, de bal wordt ingeschoten, hoe reageer je daar dan op? Ja, soms kun je gewoon goed reageren en sta je gewoon helemaal klaar voor. Maar soms is het ook puur uit reflex dat je op hele korte afstand de reflex moet redden. En dat kwam vandaag toevallig een keer voor. En ik ben gewoon blij dat ik de nul heb kunnen houden samen met de verdedigende linie. En daar zijn we gewoon trots op. Die redding vlak voor die 1-0, die was ook wel heel belangrijk. Ja, klopt ja. Ja, dat zag je even voor een mooie, leuke manier van juichen toen we gescoord hadden. Dat die jongens richting mij kwamen en een paar jongens naar Kostiet toe. Dus dat is alleen maar mooi. Is dat.